Goedemorgen. Vandaag een antwoord op de vraag van Lotte. Lotte kampt al een hele lange tijd met darmklachten. Prikkelbare reacties van haar darmen op het moment dat ze iets heeft gegeten en voeding met voedingsstoffen erin aanwezig in haar spijsverteringskanaal laat belanden. Lotte heeft begrepen dat wanneer je voeding de voedingsstoffen die daarin aanwezig zijn niet goed verteerd worden, dat wil zeggen met behulp van spijsverteringsenzymen gesplitst worden tot kleinere delen in je spijsverteringskanaal, dat dan slecht verteerde, onverteerde voedingsstoffen in je darmen zullen belanden en sowieso niet geabsorbeerd opgenomen worden in je darmwand en lijf. En dan vervolgens door de micro-organismen in je darmen afgebroken worden. En gedurende die microbiële afbraak van voedingsstoffen in je darmen stoffen vrijkomen, gevormd worden, die je darmwand irriterende, darmwand prikkelende eigenschappen hebben. En dan krijg je dus prikkelbare, geïrriteerde reacties van je darmen. Dat waar Lotte mee kampt. Lotte begrijpt dan ook, gezien haar darmklachten, gezien de prikkelbare reacties van haar darmen, dat haar voeding, voedingsstoffen die daarin aanwezig zijn, kennelijk niet zo goed verteerd worden in haar spijsverteringskanaal. Dus kennelijk niet goed met behulp van spijsverteringsenzymen gesplitst worden tot kleinere delen in haar spijsverteringskanaal. En dat daar haar klachten het gevolg van zijn. Lotte begrijpt dan ook dat, wil ze minder darmklachten, dat ze dan moet zorgen, maar ja, hoe doe je dat, voor een betere vertering van de voeding. Van de voedingsstoffen die aanwezig zijn in haar voeding, in haar spijsverteringskanaal. Lotte heeft begrepen dat er kliercellen in je lijf zijn, onder andere kliercellen in de wand van je spijsverteringskanaal. Kliercellen die tot taak hebben om die enzymen, die spijsverteringsenzymen, dus die enzymen die dat enzymatisch splitsen van de voedingsstoffen in jouw voeding tot kleinere delen mogelijk maken. Dat de kliercellen aanwezig zijn in je lijf, onder andere in de wand van je spijsverteringskanaal, die tot taak hebben om deze enzymen te vormen. En dan moeten die enzymen vervolgens ook wel vanuit die kliercellen in je spijsverteringskanaal, de holte van je maag, darmen en dergelijke, belanden. Dus van binnenuit de kliercellen die deze enzymen vormen, afgegeven worden in het extracellulaire milieu, de buitenwereld van die cellen. Lotte heeft begrepen dat kliercellen die de vorming van spijsverteringsenzymen tot taak, tot functie hebben, helaas niet in staat zullen zijn om spijsverteringsenzymen, dat zijn dus de producten van deze cellen, om deze te vormen en dus ook niet in staat zullen zijn om spijsverteringsenzymen af te geven in het extracellulaire milieu en in jouw spijsverteringskanaal in de holte van je maag en darmen te laten belanden, wanneer deze kliercellen, dus ook die kliercellen in de wand van je spijsverteringskanaal, niet in staat zijn om over de glucosemoleculen, de aminozuren en de vetzuren te beschikken die cellen nodig hebben om nieuwe celproducten te kunnen vormen. En dus ook om nieuwe spijsverteringsenzymen te kunnen vormen. Wanneer cellen niet kunnen beschikken over glucosemoleculen, over aminozuren, over vrije vetzuren, dan kunnen
hebben ze simpelweg geen nieuwe molecuulverbindingen zoals spijsverteringsenzymen vormen, laat staan afgeven in het extracellulaire milieu. En wanneer kliercellen die tot taak hebben om spijsverteringsenzymen te vormen, waaronder de kliercellen in de wand van je spijsverteringskanaal, niet in staat zijn om deze te vormen of afgeven in jouw spijsverteringskanaal, dan gaat jouw voeding, gaan de voedingsstoffen die daarin aanwezig zijn, ja, niet verteerd worden. Want die moeten verteerd worden met behulp van spijsverteringsenzymen. Dus dan gaan de voedingsstoffen die jij in je spijsverteringskanaal laat belanden, slecht verteerd, onverteerd in je darmen belanden, microbio afgebroken worden. En daar krijg je dus prikkelbare reacties van je darmen van. Dus Lotte wil heel graag weten of ze invloed heeft, en die ook kan uitoefenen, op ja, de vorming van spijsverteringsenzymen door kliercellen, waaronder die kliercellen in de hand van haar spijsverteringskanaal. Dat is de vraag van Lotte. Nou, Lotte. Overal in jouw lijf zijn allerhande verschillende kliercellen aanwezig. Voornamelijk in klieren zoals je alvleesklier, maar ook kliercellen in de wand van jouw spijsverteringskanaal. Nou, die kliercellen die hebben onder andere, want die hebben nog wel meer taken, maar die hebben onder andere tot taak om spijsverteringsenzymen te vormen. En dat zijn dus de producten van die cel. Dat zijn molecuulverbindingen. En deze molecuulverbindingen, deze spijsverteringsenzymen die die kliercellen moeten vormen, die moeten gevormd worden uit glucosemoleculen, aminozuren, vrije vetzuren. Dus dat wil zeggen de verteringsproducten, de afbraakproducten van koolhydraten, eiwitten, vetten. Kliercellen, waaronder die kliercellen in de wand van jouw spijsverteringskanaal, kunnen enkel koolhydraten, eiwitten, vetten, dat zijn molecuulverbindingen, verteren, enzymatisch splitsen tot glucosemoleculen, aminozuren, vrije vetzuren, in zogenaamde lysosomen. Lysosomen, dat zijn afbraak- en afvalblaasjes. Een soort van spijsverteringskanaaltje binnenin je cellen. Daar waar vertering, afbraak, plaatsvindt van molecuulverbindingen. Eigenlijk net zoals in jouw spijsverteringskanaal. En deze lysosomen, dat zijn organellen, celcompartimenten van cellen. En dat zijn organellen, compartimenten die net als alle andere organellen, compartimenten in je cellen en ook net als het membraan van je cellen in het bezit zijn van een biologisch lipidenmembraan. Dat is een membraan dat is opgebouwd uit hoofdzakelijk fosfolipiden met daartussen ook membraaneiwitten en af en toe wat cholesterol. Wanneer cellen, in dit geval kliercellen, in dit geval de kliercellen in de wand van je spijsverteringskanaal, de kliercellen die onder andere de vorming, de productie van spijsverteringsenzymen mogelijk moeten maken, zijn niet in staat om die lysosomen, die afbraak- en afvalblaasjes, die blaasjes waarin koolhydraten, eiwitten, vetten, verteerd, afgebroken, enzymatisch gesplitst kunnen worden tot glucose, moleculen, aminozuren, vrije vetzuren. En zijn daardoor dan ook niet in staat om over glucose, moleculen, aminozuren en vrije vetzuren te beschikken. En dan ook niet in staat om nieuwe celproducten, nieuwe spijsverteringsenzymen te vormen uit glucose, moleculen, uit aminozuren, uit vrije vetzuren. Wanneer cellen, in dit geval kliercellen, de kliercellen in de wand van je spijsverteringskanaal, niet in het bezit zijn van lipidenmateriaal.
Lipidenmateriaal, dat betreft alles waaruit membranen zijn opgebouwd. Dus zeg maar de bouwstenen van membranen, structuurmoleculen. En wanneer zijn cellen nou niet in het bezit van lipidenmateriaal? En zijn ze daardoor niet in staat om nieuwe membraanmoleculen, nieuwe membranen en blaasjes die in het bezit zijn van een biologisch lipidenmembraan, dus zoals die lysosomen, die afbraken en afvalblaasjes, om die te vormen? Wanneer cellen nog niet met behulp van LDL-receptoren, dat zijn membraangebonden eiwitten, LDL, dat is een lipoproteïne, die het transport van lipidenmateriaal door waterrijk milieu de buitenwereld van je cellen verzorgt, wanneer cellen nog niet met behulp van LDL-receptoren, LDL, vanuit het extracellulaire milieu, dus de buitenwereld van cellen, receptor gemedieerd, dus door die receptor mogelijk gemaakt hebben kunnen opnemen. Dan zullen cellen niet kunnen beschikken over lipidenmateriaal, dus de bouwstenen van membranen, structuurmoleculen. Dan zullen cellen dus ook niet in staat zijn om nieuwe membraanmoleculen, nieuwe membranen en blaasjes zoals die lysosomen die zo'n biologisch lipidemembraan bezitten te vormen. En wanneer cellen niet in staat zijn om lysosomen van die afbraak- en afvalblaasjes te vormen, zijn cellen niet in staat om molecuulverbindingen, koolhydraten, eiwitten, vetten te verteren, af te breken tot kleinere delen. Zullen cellen niet kunnen beschikken over glucosemoleculen, aminozuren, vrije vetzuren? En zijn cellen niet in staat om nieuwe celproducten te vormen uit glucosemoleculen, uit aminozuren, uit vrije vetzuren? En dan zijn kliercellen niet in staat om spijsverteringsenzymen te vormen. Die enzymen die de vertering van jouw spijs, de voedingsstoffen in jouw spijs, in jouw voeding, mogelijk moeten maken. En dan gaan dus voedingsstoffen voortdurend slecht verteerd, onverteerd in je darmen belanden, microbiële afgebroken worden. En gedurende die microbiële afbraak ontstaan er dus steeds darmwand irriterende, darmwand prikkelende stofjes in je spijsverteringskanaal in je darmen. De receptorgemedieerde opname van LDL met behulp van LDL-receptoren kan enkel uitgevoerd worden door cellen, in dit geval de kliercellen in de wand van je spijsverteringskanaal, wanneer die cellen in staat zijn om nieuwe eiwitten te vormen. Want LDL-receptoren zijn membraangebonden eiwitten, dus eiwitten die aan membraanmoleculen gebonden zijn om die te vormen. En wanneer zullen cellen nou niet in staat zijn om nieuwe eiwitten, membraangebonden eiwitten, die LDL-receptoren te vormen? Wanneer de vertering van de eiwitten in jouw voeding, in je spijsverteringskanaal, wanneer dat al een hele tijd niet goed verloopt. Want wanneer de vertering van de eiwitten in jouw voeding, in je spijsverteringskanaal, al een hele lange tijd niet goed verloopt, dan kunnen en dan zullen aminozuren, de bouwstenen van eiwitten, niet opgenomen, niet geabsorbeerd worden in je darmwand. Kunnen de kliercellen in de wand van je spijsverteringskanaal dan niet over beschikken, zijn die kliercellen niet in staat om nieuwe eiwitten te vormen. En wanneer cellen niet in staat zijn om nieuwe eiwitten te vormen, dan zijn cellen niet in staat om LDL-receptoren, membraangebonden eiwitten, te vormen. Zijn cellen niet in staat om te beschikken over lipidenmateriaal, nieuw lipidenmateriaal wat vanuit het extracellulaire milieu aangeleverd moet worden. En dan zijn cellen niet in staat om membraanmoleculen opnieuw te vormen en te herstellen en blaasjes te vormen die in het bezit zijn van een lipidenmembraan. Wil jij dus graag dat de kliercellen in de wand van jouw spijsverteringskanaal goed in staat gaan zijn om spijsverteringsenzymen te vormen uit glucosemoleculen, aminozuren, vrije vetzuren? Ja, dan moeten die cellen wel eerst koolhydraten, eiwitten, vetten hebben kunnen verteren, afbreken tot glucosemoleculen, aminozuren, vrije vetzuren in lysosomen.
En dat kunnen die cellen enkel wanneer die cellen lysosomen kunnen vormen en kunnen beschikken over nieuw lipidemateriaal. En dan moet jij er dus voor zorgen dat de vertering van eiwitten in jouw spijsverteringskanaal, ja, dat wel goed verloopt. En wanneer verloopt het nou enkel goed? De vertering van eiwitten tot aminozuren in jouw spijsverteringskanaal, nou, wanneer je voeding optimaal dagelijks voorziet in vocht, alle essentiële vitamines, alle essentiële mineralen, alle essentiële spoorelementen, alle essentiële aminozuren, alle essentiële vetzuren en niet daarbij naast ook voorziet in allerhande niet-essentiële stoffen, niet voedzame stoffen, niet verteerbare stoffen, beschadigde stoffen, belastende stoffen, toxische stoffen. Wil jij dus graag dat de algehele vertering van jouw voeding beter gaat verlopen, dan moet als eerste de vertering van eiwitten in je spijsverteringskanaal goed gaan verlopen. Want de cellen die nieuwe spijsverteringsenzymen moeten vormen, die jouw gehele voeding helpt verteren, die kunnen die enkel vormen wanneer de vertering van eiwitten goed verloopt in jouw spijsverteringskanaal. En dan moet jij er dus voor zorgen dat jouw voeding optimaal dagelijks gaat voorzien in vocht, alle essentiële vitamines, alle essentiële mineralen, alle essentiële spoorelementen, alle essentiële aminozuren, alle essentiële vetzuren en niet daarbij naast ook voorzien in allerhande niet-essentiële, niet-voedzame, niet-verteerbare, beschadigde, belastende, toxische stoffen. Dat als antwoord op je vraag.